Kijkers, welkom bij de ATV COVID-19 update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in haar greep houdt. We gaan gelijk naar onze gast van vandaag en dat is Endermo Linger, CEO van Food Booking Suriname. We gaan met Endermo praten over de laatste ontwikkelingen in de COVID-19 situatie. Endermo, welkom in de studio van ATV. Dank u wel. We gaan gelijk kijken naar de statistieken. Het aantal COVID-19 positieve gevallen is 2653. Daarvan zijn 825 actieve gevallen. 1789 personen zijn genezen verklaard. En we hebben helaas 39 doden te betreuren. Meneer Linger, wat vindt u van de cijfers? Nou, het is schrikwekkend. En dit hadden we helemaal niet verwacht in Suriname. Ja. En het is jammer dat zeg maar de cijfers met de dag heb je dus meer actieve kiezen. Mm-hmm. En ook de doden zijn te betreuren. Ja. Dus het is echt. Had jij verwacht echt een ernstige situatie. Dat COVID naar Suriname zou komen, of de COVID in Suriname zouden hebben? Had je het verwacht? Want we keken eigenlijk, we volgden het wel, maar op afstand. Ja, klopt. Ik had wel verwacht dat het hier zou komen, maar zoveel niet. Zoveel niet. Zoveel niet. Nou, ben jij ook van mening dat mensen niet luisteren? Ja, zeer zeker, zeer zeker. Als ik zeg maar dagelijks opsta en winkels binnenstap en andere organisaties, dan zie je wel dat Surinamers niet altijd de COVID-19 maatregelen in acht nemen. En dat vind ik jammer. Ja, en dat is heel belangrijk. Kijkers, blijf de COVID-19 maatregelen in acht nemen. Doe ten aller tijde je mond- en neusbedekking op. Zoals je ziet, zelfs in de studio van ATV, we hebben de goede ventilatie. We zijn wel met onze mond- en neusbedekking naar binnen gekomen, maar bij het begin van het interview hebben we het uitgedaan. We staan dus op meer dan 2 meter afstand. Klopt. Dus we houden onze social distance. We hebben onze handen gereinigd met handsanitizer voor we naar binnen kwamen. En dat kunt u ook doen als u elke locatie binnenstapt. Dus het belangrijkste is dat je de voorzorgsmaatregelen in acht neemt, de COVID-maatregelen in acht neemt. We gaan gelijk beginnen met jou als ondernemer. Je bent ondernemer en je hebt dus je bent niet stil blijven zitten. Vertel Klopt. Me even. Nou, Food Booking is een organisatie die zeg maar voor COVID-19 al zeg maar begonnen was met delivery. Maar in 2015 zijn we gestart, maar we hadden de naam van Suri Eaten. Oh, okay. En toen we zeg maar internationaal gegaan zijn, omdat we dus niet alleen een organisatie zijn die focussen op Suriname, maar ook internationaal, hebben we toen de naam veranderd naar Food Booking. Dus hoe wij met deze situatie omgaan, toen het gekomen is in 13 maart, 13 maart ja. hebben we meteen het managementteam bij elkaar geroepen, hebben we gezegd, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan alvast equippen. Mm-hmm. Zelfs daarvoor. De informatie was er al, je zag het vanuit een afstand. En we hebben dus we hebben elkaar equipped en hebben we het dan overgebracht naar onze bezorgers. Vandaar dat tot nu toe hebben we geen enkele gevallen binnen onze organisatie. Dat is geweldig. Ben jij tevreden met de informatie die gegeven wordt? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik vind dat er meer informatie gegeven moet worden aan de samenleving. Mm-hmm. Ik vind dus dat organisaties in kleine groepen hun werknemers vooral meer moeten equippen. Oké. Hoe ging de eerste periode van Food Booking Suriname? No. Ik heb niet over de COVID-19 situatie hoor. Daarvoor, hoe ging dat? Daarvoor, nou het was, we zijn stap voor stap, zijn we dus zeg maar, gingen we naar de weg van succes. Maar met COVID-19, de komst van COVID-19, zien we dus dat mensen bewust geworden zijn van het gemak. Okay, en mensen bestellen dus meer. Ja. En nu kunnen we wel zeggen dat we dus richting succes gaan. Oké, jullie gaan richting succes. Hebben jullie uitdagingen? Wat zijn jullie uitdagingen? Nou, onze uitdagingen, een van onze uitdagingen, de belangrijkste is dat mensen dus last-minute orders bestellen. Last-minute orders, zeg maar, plaatsen. Mm-hmm. En dat houdt in dus dat wanneer het restaurant bijvoorbeeld om 6:30 of nu is het 6:15 sluiten, dan bestellen een aantal mensen gewoon om 6:00. Ah, okay. Soms heb je dat mensen dus nog om
14 over 6, een aantal orders komen dan naar binnen. Oké, okay, en natuurlijk moet je rekening houden met de partiële lockdown. Sowieso, klopt. Want dat is nu gesteld op 8 uur. Yes. Dus dat wil zeggen, je kan niet om 7 uur een bestelling plaatsen. Klopt, helemaal niet. Oké, okay, maar hoe gaan jullie daarmee om? Nou, sowieso willen we al onze klanten helpen, maar het lukt niet altijd. Okay. Sommige klanten moeten we dan teleurstellen, mm-hmm. maar tot nu toe proberen we wel al onze klanten te helpen. Oké, okay. Heb je dan een boodschap daaromtrent? Ja, ik wil mijn klanten zeggen, bestellen jullie altijd ruim van tevoren. Ik snap dat je het eten warm wilt hebben, in de avonduren wil je het nog nuttigen, maar bestel het eten ruim van tevoren. Hou rekening met de partiële lockdown, want ook jouw werknemers moeten binnen zijn tegen dat tijdstip, klopt. Toch? Oké. Okay. Hoe zorg je ervoor dat je personeel het werk veilig kan doen? Nou, wat wij hebben is binnen de organisatie, wanneer die jongens binnenkomen, hebben we dus een temperatuurmeter en daar wordt hun temperatuur opgemeten. En daar hebben we dus ook oefeningen die we met die jongens doen. Mm-hmm. Ademhalingsoefeningen. En ze krijgen dus 2 keer per week ook vitamine tabletjes van ons. Okay. En wat we dus ook hebben, ze hebben sowieso hun neusbedekking, mond- en neusbedekking op. En ze hebben dus ook hand sanitizer bij zich. En in het restaurant, wanneer ze is er, heb ik ervoor gezorgd, hebben we dus ervoor gezorgd om een aparte ruimte voor de jongens gereed te houden. Mm-hmm. Na elke bestelling worden onze tassen ontsmet. Ah, oké. Okay. Ja. En hoe gaan de klanten daarmee om? Hoe leveren jullie bestelling nu? Ja, dus hoe wij dat nu doen, is dat we, wanneer we bij de klanten komen, dan heb je dus dat de bezorger dat eten weghaalt en op die tas zet, mm-hmm. zodat de klant zijn of haar eten kan nemen, dat geld kan zetten in een Ziploc zak. Ah, okay. En zo heb je dus dan ook die social distance. Ja, okay. Ja. En was dat wennen voor de klanten, ook wennen voor je werknemers? Het was wennen voor de klanten, zo ook mijn werknemers. Maar klanten hadden in het begin een beetje moeite mee dat mm-hmm. je extra handelingen moet plegen voordat ik mijn eten kan ontvangen. Oké, okay. Hoe hou je jezelf, je werknemers en de klanten gemotiveerd in deze periode? Nou, we maken een taal van video's natuurlijk. Mm-hmm. Dus we geven de klanten zeg maar informatie op onze Facebookpagina. Wat is jullie Facebookpagina? Foodbooking. Gewoon Foodbooking? Ja, okay. Foodbooking.com. Mm-hmm. Oké. Okay. Yes, dat is onze Facebookpagina. En daar kunnen de klanten dus gaan en we hebben het zeg maar helemaal uitgewerkt voor klanten. Mm-hmm. Hoe ze ook in deze situatie het positieve eruit kunnen halen. En dat is dus, deze situatie heeft 2 kanten, mm-hmm. snap je? Je hebt het stressgedeelte, want je hebt minder inkomsten en dat soort dingen. Klopt. Maar je hebt dus ook het gedeelte waarbij je dus kan aangeven, het gedeelte waarbij je zeg maar tot rust kan komen. Ja. Je hebt nu meer tijd voor je gezin, je hebt nu meer tijd voor je familie en vrienden, mm-hmm. snap je? Je hebt dus, jongeren hebben dus nu ook meer de gelegenheid om meer kennis naar zich toe te brengen, zodat ze hun kennis kunnen verrijken. En wij geloven wel dat door meer informatie, dat we zeg maar een steentje bijdragen om verspreiding te voorkomen. Ja, zuiver. Voor de mensen die het nog niet weten, hoe doe ik een bestelling bij foodbooking.com? Zo, u gaat naar de Play Store, app of iOS, mm-hmm. en dan download je de app, Foodbooking. Mm-hmm. En je plaatst je bestelling. Je gaat de restaurant zien in kilometers verwijderd van jou. Okay. En dan plaats je bestelling en dan wordt het voor je geleverd. Dus ook op deze manier zorgen jullie ervoor dat er minder mensen op straat zijn. Yes, klopt. zijn er plannen voor uitbreiding? Sowieso hebben we plannen. We hebben al een heel traject uitgewerkt. En mm-hmm. we hebben, maar ik kan het nog niet prijsgeven, okay. natuurlijk. Maar, zijn jullie al dicht bij de launch van een van de projecten? Ja, dat okay. wel. Dat wel. En, maar ik kan het nog niet prijsgeven. Jammer, ik hoop wel dat we de eerste zijn die dat gaan weten. Ja, dat probeer ik te doen. Beloofd, hè? Oké, okay, we hebben geen bril voor de toekomst, maar hoe kijk jij uit naar de toekomst? Wat zijn je verwachtingen? Nou, sowieso een vaccin. Mm-hmm. En zodat, want ik geloof wel dat COVID-19 misschien niet uit de wereld gaat, maar als er een vaccin is, is het wel te genezen. Okay. Want wij geloven dat het geen eeuwigheidsbestaansrecht hier op aarde is. Ja, maar dat is ook zwaar, hè? Ja, het zou zwaar zijn. Nu hebben heel veel mensen het ook zwaar. Ja. Want je weet de gewoontes, we houden vast naar gewoontes.
en is moeilijk om je nu aan te passen helemaal, in deze situatie. Helemaal, dat snap ik. Heb je een boodschap tot slot voor jouw werknemers, voor je klanten, voor anyone? Ja, voor mijn werknemers heb ik, wil ik zeggen, blijven jullie aan de regels houden, de COVID-19 maatregels. En je weet, wij hebben een teken die wij altijd als winnaar wijzen en dat is de V van Victory. En je weet dat wij altijd meer dan overwinnaars zijn. Oh, yes. En aan onze klanten wil ik zeggen, gebruik deze tijd om meer tijd te besteden aan jouw gezin, je familie, je vrienden, snap je, jongeren. Gebruik deze tijd om veel meer informatie naar je toe te brengen, zodat je kennis verrijkt. Zodat we na deze situatie, als het helemaal opgelost is, dat we alleen sterke Surinamers hebben. Geweldig. En dat was het gesprek met Ender Molinger, CEO van Food Booking. Zoals hij het ook zegt, samen kunnen we de strijd leveren tegen de ziekte COVID-19. Blijf de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Doe ten alle tijde je mond- en neusbedekking aan als je over straat gaat. Was je handen met zeep en water of reinig hem gewoon met disinfectant. Je hebt het gehoord, het is geen makkelijke situatie. Ook niet voor mij, ook niet voor meneer Linger, ook niet voor de mensen hier bij ATV, mijn collega's. Maar samen kunnen wij het wel. Dus we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En check de volgende aflevering op ATV.